De stichting Father-Mother Figure, FMF, heeft gisteren alle belanghebbenden in de agrarische keten geïnformeerd over wat nodig is om de sector verder te professionaliseren. Dit is gedaan middels het Agriculture Export evenement, met als doel ervoor te zorgen dat de export verder kan worden bevorderd en Suriname meer kan exporteren. Henk Redmond, voorzitter van de stichting, heeft tijdens deze Agriculture Export Meeting het Agriculture Maturity Model gelanceerd. Hij legt uit wat het model inhoudt. Wat houdt het in? Elke organisatie die aangemeld is, kan een assessment laten uitvoeren. Het is belangrijk om een assessment te laten uitvoeren, want dan weet je waar je staat. Want als je weet waar je staat, dan kun je ook bepalen waar je naartoe gaat. Dus stel, er vindt een assessment plaats in je bedrijf en je bent op level 1. Dan kun je daar zien, level 1 heeft een kruisje. Dat betekent dat deze organisatie een KKF-inschrijving heeft. Maar daarnaast hebben ze een businessplan. Heel cruciaal, een businessplan. Wat hebben ze? Ze hebben ook marktonderzoek. Ja, marktonderzoek is heel cruciaal. Ja, want zonder marktonderzoek ga je de mist in. Ja, ga je de mist in. Dus als je geen marktonderzoek doet en je gaat beginnen met je business, ja, dan ga je de mist in. Volgens Ritesh Panchu, inspecteur plantenbescherming en kwaliteitskeuringen fytosanitaire certificaten van LVV, heeft elke landbouwer die wenst te exporteren een fytosanitaire certificaat nodig. Deze certificaat moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn door het importerend land. Ik wil bijvoorbeeld naar Frankrijk exporteren. Frankrijk heeft bepaalde eisen gesteld aan welke wij dan moeten voldoen voor alvorens we kunnen exporteren. Als ze zeggen bijvoorbeeld, u mag geen bakoven exporteren naar Frankrijk omdat er een of ander wurm erin voorkomt, mag dat dan niet. Zulke afspraken worden er gemaakt. U bent exporteur, ik heb het al eerder gezegd, u heeft een zending, u wilt exporteren, u heeft een exportlocatie of een keuringslocatie waar u gaat laten keuren, waar u gaat laten inspecteren. U doet een aanvraag, de aanvraag kan worden behandeld en er wordt dus dan gekeurd door plantenbescherming. De Agriculture Export Event had als doelgroep landbouwers, verwerkers, exporteurs, transporteurs, afnemers en andere instanties betrokken in de agrarische keten.